Het was misschien toch een bom die het Russische metrojet-toestel boven de Sinaï-woestijn neerhaalde. Dat zegt de Britse regering. En daarom houden ze nu alle Britse vluchten van en naar het Egyptische Sinaï-gebied voorlopig aan de grond. De Britten willen nog niet kwijt waar ze hun nieuwe vermoeden op baseren. Maar in ieder geval wordt er voorlopig niet gevlogen tussen het populaire toeristenoord Sharm el-Sheikh en Groot-Brittannië. We cannot categorically say why the Russian jet crashed. But we have become concerned that the plane may well have been brought down as a result of an explosive device. As a precautionary measure, we've decided that flights due to leave Sharm el-Sheikh this evening for the UK will be delayed. And that will allow us time to ensure that the right security measures are in place for flights. Vandaag stuurde IS ook een audioboodschap rond waarin ze zeggen dat zij toch echt achter de aanslag zitten. سقطت طائرة الروس وأعلن جنود الخلافة في ولاية سيناء مسؤوليتهم عن إسقاطها وسنفصح إن شاء الله عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نراه. Maar of dit van invloed is geweest op het Britse besluit is niet bekend. En zo wordt het mysterie rond de crash weer een stukje groter. Deze Britse verklaring roept vooral vragen op. En de informatie is tot op heden erg sumier. Het is vreemd, want tot op heden gaan de Egyptische en de Russische autoriteiten er vooral vanuit dat dit een ongeval was. Vandaag liet IS, de lokale afdeling in de Sinaï, opnieuw weten dat zij verantwoordelijk zijn voor deze aanslag. Maar opnieuw kwamen ze niet met bewijs. Bewijs wat de Britten blijkbaar nu wel hebben. Of in ieder geval genoeg bewijs om zich ernstige zorgen te maken. De Nederlandse coördinator terrorismebestrijding heeft contact met de Britten en zal in samenspraak met onder meer de AIVD en de luchtvaartmaatschappijen besluiten of Nederland ook zijn vluchten aan de grond zal houden.